dan echt, hè? Ik weet het! Mooi joh, ik heb geen geniaal idee. Nee, we gaan nu die eieren zoeken en daarna vissen. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat hij op YouTube staat. Zwembroek al aan, heb ik nou geslapen met een zwembroek aan? Oh, toevallig! Aan de kant stoel. Even lekker wakker worden. Yeah! Ah! Oh. Ben je nu eindelijk wakker? Heerlijk. Hij is wakker. Oh. Hey, maatje! Maatje! Goedemorgen, andere maatje. Wie als laatste beneden is, die moet ook het zwembad in. Thijs gaat het zwembad in. Thijsie! Jij is niet anders, jongens. Oh, maar je ook zo te nog eten. Ik ging zo achter in de trap uit. Lekker maatje. Ja, ik ben gewoon blij. Ja? Ja. En word je ook een beetje wakker, want zo te zien ik zei heel ben je nog een beetje moe. Ik sliep om 3:30. Oh joh. Hoe laat is het nu? 9:45. Dan zie je natuurlijk wel dat ik een hele korte nachtrust heb gehad. Klopt. Zij! Oh joh! Hij springt bijna tegen die overkant aan, jongen. Dit is wel de beste manier om wakker te worden. Dit is lekker, hè? Jongens, kom er ook bij. Nee, want we hebben letterlijk nog 10 minuten om te ontbijten als jullie willen ontbijten. Ja, haat ik jij gekleerd tussen. Maar het is nu 9:45, toch? Bijna 9:50. Ja, en we moeten om 9:45 ready zijn. Nee, we moeten voor 10:00 gegeten hebben. Oh ja, want tot 10:00 is ontbijt. Ja. Oh ja, is gelijk. Ja. Okay, wat gaat hij doen dan? Hij rent in één keer daarheen. Wat? Hij gaat in één keer naar huis. Hij is er klaar mee. Hij gaat weer snorkelen en duiken. Ik heb geen idee wat hij gaat doen. Oh, ik weet het al. Hij pakt wat zout water, dat doet hij in zijn haar. Zo super smooth. Oh, echt? Ja. Want dat zoute water zorgt ervoor dat je haar zo super chill touwachtig zit. Wordt. Juist. Zie je, dat helemaal smooth is haar. Ja. Ja, dat is echt. Kijk dan. Hij staat ik zit daar zo te wrijven. Zo. Nog een lekker beetje. Lekker wel, smooth boy! Nou, ik ga even afdrogen, even aankleden. En dan gaan we heerlijk ontbijten. En dan gaan we vandaag, speciaal voor de verjaardag van Myron, gaan we gewoon paardrijden op het strand. Oh, daar heb ik echt zoveel zin in. Ja, dat wordt super vet. Ja, wordt echt leuk. Dat wordt echt heel erg leuk. Wat een mooi t-shirt heb je aan. Nice, hè? Ja, super nice. Gaan we alle t-shirts aan doen vandaag? Ja, mooi. Ja, dat is wel lukken. Daar gaan we doen. Dat is mooi. Maar dan worden de schouders niet bruin. Nu lopen. Nu lopen. Ja, ik kan. Auw! Lopen. Auw. Dus de auto hier, die erg. Oh, jongen. Ja. Lekker. Ik zat te rennen voor mijn leven. Zo mooi, hè? Al die shirtjes ook. Ja. Dat had je echt niet meer doen. En jij dan? Jouw shirt? Huh? Dat is zo geniaal. Ik heb Marvin natuurlijk op mijn t-shirt. Love you, Marvin. We zijn aan het ontbijten. Ik heb hier een rijstepapje. Ik ben benieuwd of mensen wat lekker vinden, een rijstepapje. Ik vind het echt zo lekker.
Lekker. Er zit dan kaneel overheen. Ben jij lekker, hè? Dus jij dat? Ja, ik heb het denk ik nog nooit in mijn leven gedaan. Waarom heb je maar één flap omhoog? Omdat ik een cowboy ben. Wat gaan we zo doen? Wie het beste een paard na kan. Yo, al gewoon. Oh, die was ook wel goed. Ik denk dat die nog het beste was. Ja, ja. Dat was een kleine paard. Nou, Maaien draait de camera maar om. Noël? Gefeliciteerd, joh. Ja, ik wou hem nog een keer doen. Ja, doe nog een keer. Winnaar nog. Mijn flexen. Kijk wat hij dit vond. Nee. Noël laatste geworden en zo nu eerste. Wij zitten zo chill te ontbijten en in één keer horen muziek. We komen kijken. Lopen hier mensen, vier mensen met een vlag. En blijkbaar is, ze hebben ook muziek aanstaan zoals je hoort. Blijkbaar is deze vlag, wordt door Europa uitgereikt aan dit resort. Omdat ze het schoonste strand hebben van heel Kreta. Van Europa volgens mij. Wil je ook van Europa? Volgens mij wel. Het schoonste strand van Europa. Van Europa. Dan snap ik wel waarom het een heel ding is. En ze lopen echt super rustig, stap voor stap. Ik zwaai, zij zwaait niet terug. Nee, super officiële ceremonie. Zou ze denk zo... Dan sta ik zo te zwaaien. Dan staan wij met een shirt. Je hoort dat strand ook, hè? Hoor je dat water? Deze is daar veel aan, hè? Ja. Ja, zo schoon is dat strand. Ik kan het wel horen. Ja, hoor je toch. Maar misschien kun jij hier staan. Dan zie je zo al onze t-shirts op een rij. Dat is mooi, hè? Je kijkt hoe geniaal dit is. Je hebt ons een ceremonie-shirt. Ja, wij doen ook mee met de ceremonie. Maar ik vind het wel serieus echt super tof. In één keer slaat ze een ander nummer in. Ik vind het wel super tof dat ze zo bezig zijn hier met de hele Sea Turtle support. Dus met de schildpaddenbescherming. En ook met het schoonhouden van het strand. Daar zijn ze wel serieus heel erg mee bezig. Dat zie je ook allemaal van die flyers en zo op de kamer. Dat ze heel erg bezig zijn met plastic wegdoen en dat soort dingen. Kijk, we gaan er ook bij staan. Weet je hoe mooi dit is? Kijk dan. Kijk dan, met mijn gezicht erop zit Maaien daar. Het is zo mooi. Dit is echt geniaal. Kijk, ze staan. Allemaal medewerkers van het hotel en in één keer Maaien, Noël en Thijs erbij. Zo mooi. Oh, Thijs mag het vasthouden. Ja, lekker hoor. Dit is zo grappig dit. Dit is zo mooi. Kijk Thijs daar staan. Hey Thijs, mijn man! Hier zo bij sta ik zo, can I hold the flag? Ik van, yeah, sure. Wat? Zo mooi ik zijn op die foto. Ik hoop dat ze die gaan ophangen, dat zou echt mooi zijn. Ja, die hangen ze sowieso op. Jij stond er ook op. Ja man, ik heb gewoon die vlak vast. Ja, dit is zo geniaal. Het was zo mooi om jullie te zien staan daar zo, tijdens een officiële ceremonie. Zei ja, je mag erbij staan. Kom maar, kom maar. Dus wij gingen hier zo voor. Ja, zei, nou, aan de foto. Toen gingen we aan de zijkant staan. Ja. Toen zei hij, ja, kom to the middle. Toen keek ik stond voor die guy. Toen zei ja, maak hem dan ook vast daar. Ja, hij houdt in één keer die vlag vast. Zo mooi. Zo mooi, hè? Ook jij uitgerekend weer, hè? En ik zat er ook bij met mijn shirt. Nice, daar gaat hij. Ik ben bang dat we nu raakje krijgen. Om het te vieren. Vroeg, ja. Dat is wel heel vroeg, ja. Ja, het is wel de laatste keer dat ik de vlag vaar. Ja, we hebben toch iets te vieren. Ja, dit is wel echt mooi hoor, dit. Miron. Kijk, Miron komt erbij. Waarom vraagt hij of Miron erbij komt? Gewoon knappe dame. Dus zo. En ik ook, hè. Ik sta er ook op met mijn shirt. Ik ben zo blij dat Maaien erop staat. Ik ben zo blij dat we deze shirts gisteren hebben laten maken. Ja man. Ja man. Ja man. Oh, zij komt er een keer bij staan. Geniaal dit, echt geniaal. Het is gewoon zo, aan de ene kant zo raar ongemakkelijk, ja. Maar ook zo leuk. Hij zit daar te maaien. Ja, hij zit dat zand te maaien. Hij maakt ze wel het kans. Hij zit dat zand te maaien. Hij maakt ze dat schoon. Een grasmaaier, dat weet niemand in Europa. Nee. Zo hou je schansen. Ja. Wow, joh.
Hij nu hem een waarschuwing geven. Waarom loop je voorbij? Niemand mag dat weten. You ruined the moment. Ja, niemand mag dat weten. Waarom loop je voorbij? Hij met hem praten. Oh, zo mooi dit. Ja, ik vind het wel sick. Ze hebben die vlag gekregen. Wel een momentje. Eerlijk gezegd. Het is godzijdank nog heerlijk weer. Ik weet niet waarom ze gisteren zeiden dat het eventueel vandaag en morgen kan gaan regenen. Als ik dit zo zie... Sheesh! Oké, we gaan van het Aquila Retina Beach Resort, oftewel hotel, gaan we naar een stadje verderop. En daar is iemand aan het wachten die ons brengt naar iets wat we gaan doen, wat heel erg leuk is. We gaan sowieso dus vandaag paardrijden op het strand, maar dat gaan we pas later doen. Ik dacht dat het in de ochtend was, maar dat gaan we dus later doen, dus dat wordt echt super vet. Maar we pakken nu de auto, we gaan naar het stadje rijden en het belooft echt weer een super leuke dag te worden. Ja. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb eindelijk echt heel lang en goed geslapen. Dat was wel fijn, want de afgelopen dagen moesten we elke dag heel vroeg opstaan. Maar nu hebben we gewoon even lekker uitgeslapen. Het is nu ook al bijna 12 uur. Dus we hebben even lekker gechilled. Lekker gegeten. En ik weet dus nu 100% zeker waar die vlag voor staat. Het is dus zo dat die vlag is echt super officieel en groot. Het wordt uitgereikt als je een heel erg schoon strand hebt. Je moet dan een sample sturen. Dus dan moet je wat zand pakken. Ja, monster. Een monster. En dat moet je opsturen naar, geloof ik, Denemarken. En daar wordt het dan gecontroleerd door verschillende mensen. En dan geeft ze op basis daarvan jou wel een vlag voor een schoon strand of niet. Maar ik moet ook zeggen, het strand is hier ook echt heel schoon. Ik heb niks gezien. Geen plastic gezien en ze doen elke avond voor de schildpadden dus alle strandbedjes ophangen. Ziek, hè? Zodat die schildpadden, als ze aan het strand komen, dat ze gewoon hun weg kunnen gaan en niet dat er allemaal strandbedden staan. Dus al die strandbedden zijn s'avonds ook weg. Dus ze gaan ook alles helemaal schoon. Ja, ze doen daar wel heel veel moeite voor hier. Ja. Maar sowieso, alles is zo schoon en clean. Het is echt absurd. Hey, maar even een dingetje, hè? Want ik lag vanmorgen, ik was wel redelijk vroeg wakker. Ik lag buiten. Ja. In de zon. En toen ineens hoorde ik zo, hey Miron! Toen dacht ik, huh? Maar toen waren die meiden van die schildpadden, die waren daar. Ja, Lydia en Mahi. Ja, Lydia was er niet bij, maar Mahi. En ze hadden vanochtend 2 nesten gevonden en eentje met 104 eitjes. En ze liet me filmpjes zien dat ze alle eitjes zo eruit gehaald hadden en daarna weer alles teruggedaan hadden. Ja? Ja, want ze moeten tellen hoeveel eitjes het zijn. Oh ja, eigenlijk moeten we nog wel meegaan. Maar ik heb dus gezegd dat we eventueel morgen nog mee kunnen, omdat dat onze laatste dag hier is. Ja. Dus dat laat ze mij weten. Ik heb haar mijn nummer gegeven. Ik denk dat dat wel leuk is om te doen, hoor. Dat lijkt me wel echt vet. Ja, hoor. Wel een bijzondere ervaring. Ja. Dan kunnen we serieus de eitjes van een schildpad kunnen we tellen. Zo tellen en dan weer. Dat is wel echt heel uniek. Ja, dus als we die kans hebben, moeten we die wel pakken, vind ik. Dus morgen vroeg hebben we daar de laatste kans voor. Dus als jullie dat leuk vinden. Ja. En het kan, want ik heb het gevraagd. Dus ze laat het weten vandaag. Maar dan kunnen we morgen op zoek. Ja, dat is en wel we kunnen leuk altijd dan, als we 1 nest gevonden hebben, bijvoorbeeld zeggen van oké, we gaan er nu weer vandoor. We hoeven niet per se 5 uur lang met hun te lopen. Ja, want we moeten gewoon 4:30 op het strand zijn. Voor zonsopgang. En dat op vakantie. Maar die zonsopgang schijnt ook super mooi te zijn. Dus eigenlijk is het ook wel heel leuk om die ook een keertje te zien. Ja, zeker weten. Zeker waarom weten. Moet je eigenlijk zo vroeg uit? Voor zonsopgang. Ja, omdat er andere mensen juist, voordat komen. Er andere mensen zijn. Bye bye! Jassas! Wat betekent dat nou, jassas? Hoi en doei. Oh. Echt? Ja. Dat betekent hoi en doei? Ja. In één woord. Ja. Huh? Serieus, hetzelfde woord? Ja, jassas. Dat is zo grappig, hè, dat je dat zo leert. En ik heb sowieso een woordje geleerd. En waar ik dat aan herinner, is aan iets wat ik vroeger altijd keek. Dat is Calimero. En dat is geniaal. Dat is dat kleine kuikentje met dat eitje op zijn hoofd. En hoe je hier goedemorgen zegt, is Calimera. Calimera. En wat ze dan zeggen voor eet smakelijk. Nee, jij bedoelt proost. Jamas. Ja, maar dat betekent volgens mij dus ook eet smakelijk. Volgens mij niet, maar volgens mij is eet smakelijk echt een moeilijk woord. Oh. Net als dankjewel, die probeerde ik ook te leren, maar dat lukt me echt niet. Nee, dus sommige woorden zijn echt zo moeilijk. Maar ik heb van Simone, dat is onze tolk, die alles een beetje vertaalt, heb ik een lijstje gekregen met woorden die we kunnen leren en de uitspraak erbij. Kijk, dat is wel even lachen. Dus zullen we vandaag 1 woordje leren? Ja, laten we doen. Ik heb hier een lijstje. Welk woordje doen we? Even kijken. Willen we dankjewel leren? Ja, dankjewel. Ja, ja, ja. Dankjewel. Dat is... Oei, joh. Oké, ik zoek het even op. We pakken meteen het moeilijkste woord. Efgaristan. Dat is hem. Efgaristan. Oei, joh. Dat klonk een beetje Frans. Efgaristan. 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 Afghanistan. 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 Wow, je moet denken aan Afghanistan.
Afghanistan. Ja, dat is wel goed. Oh, wow. Ja, Afghanistan. Afghanistan. Ja, en dat klinkt als Afghanistan, maar dan op zijn soort van... Beetje verdraaid. Ja. Juist, Afghanistan. Daar kan je het onthouden. Ja, inderdaad. Ezelbruggetjes is het belangrijkste wat is. Afghanistan. Afghanistan. Ik weet gewoon. Ik ga het eigenlijk zeggen. Afghanistan. Ja, Afghanistan. 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 Ja, lijkt wel. Is het met een N of is het Afghanistan? Afghanistan. Afghanistan. Je schrijft het, even kijken. E-F-C-H, dus dat is de G. Afghanistan. Afghanistan. Maar weet je wat het grappige is? Is hoe wij dit nu zeggen, is hetzelfde als dat een buitenlander in plaats van dankjewel zegt zo dankjewel. Ja. Zo klinkt dat voor hun dus. Afghanistan. Maar het is ook moeilijk om te onthouden, vind ik. Afghanistan. Nee, Afghanistan. Ja, dat is waar. En dan heb je, dat is dus dankjewel. Ja. En alsjeblieft is parakalo. Parakalo. Die is wel makkelijk. Parakalo. Die vind ik makkelijker dan Afghanistan. Die parakalo klinkt ook meer als Nederlands. Oké, ik doe eerst wel dankjewel, want dat is voor mij genoeg. En als je dus 's avonds doei zegt, hallo en doei is yassas, wat ik al zei. Yassas. Maar als je 's avonds doei zegt, dus een soort van goede nacht, goede avond, is kalinichta. Kalinichta, ja, die is makkelijk. Kalinichta. Ja, kalimara en kalinichta. En kala is goed. Kala. 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 Hoe is dat goed? Kala. Wow, is hier, we kunnen ook leren tellen tot 10. Zullen we het even hierbij laten? Maar het valt best mee. Dit zijn alle woordjes die ze gestuurd hebben. Ja, tot 10 vind ik best wel veel. Oké, morgen gaan we tellen tot 10. Oké, is goed. Hoi! Hoi, yo, kijkers. Laat ons niet. Jullie schrokken, hè? Kijk wat ze doen. Zie dat? Ze moeten zo meteen nog de les in. In de pauzes hier. Dat is zo raar. Kijk daar ook. Ik zie allemaal water op elkaar gooien. Ja. Die moeten schone kleren bij zich hebben. Kijk dan, die maken elkaar helemaal nat. Holy shit. Zo random. Gisteren vertelde Filip dat al aan ons. Ja, die zeiden van het schoolsysteem hier in Griekenland is echt bizar. Het is echt eigenlijk waardeloos. Daar komt het op neer. Want als je niet naar school gaat, dan is er niemand die zegt dat je naar school moet. Nee. Want hij zei van ik ging 2,5 maand niet naar school. En toen na 2,5 maand belde de leraar van waar is Filip? En toen zei die vader van Filip, die zei van hoe bedoel je, waar is Filip? Ik zet hem elke ochtend af op school. En zei, ja, ik heb hem al 2,5 maand niet gezien. Maar Filip die werd afgezet op school en toen ging hij chillen met zijn vrienden. Wat? Maar na 2,5 maand werd pas gebeld, zei hij. Echt bijzonder. En je hebt hier, tenminste hier op Kreta, heb je geen schoolsysteem zoals in Nederland. Dat als je een dag niet naar school gaat, dat je meteen wordt opgebeld. Absentie en zo. Je hebt geen absentie. Je krijgt geen brief thuis gestuurd van de overheid van je moet naar school of je moet je diploma halen. Het is echt bizar. Het is zo anders hier. Ja, we zagen gisteren ook een school met helemaal een buitenplein. En dan hadden ze letterlijk een gebouwtje buiten. En dat was een wc. Ja, klopt. Dat was zo raar. En wat het bizarre is dat heel veel kinderen hier willen niet naar school. Wat ze willen is, ze willen gewoon in de bergen zijn. En ze willen gewoon schapen houden. Gewoon geiten houden. Ze willen gewoon net als hun vader met zo'n houten stok, leren laarzen. En zo'n outfitje willen ze in de bergen zijn. En willen ze gewoon die geiten en alles verzorgen. Ja. Dus ze denken, wat moeten we op school doen als we in de bergen gewoon ons werk kunnen doen. Ja. En er zijn ook gewoon heel veel kinderen die in een familiebedrijf zitten, zoals een duikschool of een toeristen iets of een restaurant. En die willen niet naar school, die willen gewoon werken bij hun vader of moeder. Ja, die willen het uiteindelijk die denken gewoon overnemen. Wat leren we op school, want we willen gewoon in het bedrijf werken van dat onze snap ouders. Snap ik ook wel hoor. Ja, als je dus vanaf jongs af aan weet wat je wil doen, ja. Kijk, hier is ook een school. Hier is ook een school, ja. Overal waar ze van die scholen hebben, hebben ze allemaal hoge hekken. Daaromheen, ja. Alsof het een soort van gevangenis is. Ja, bijzonder. Het is echt zo anders, terwijl het voor hun gewoon heel normaal is, omdat ze dat gewend zijn. Ja, tuurlijk. En een zebrapad hier betekent niet dat je voorrang hebt. Nee. In Nederland zijn we zo super streng. Dit gebeurt trouwens elke twee minuten. Random inhalen. Juist. Bochtrokstrook. Ze rijden hier heel vaak zonder helm. Kijk, hier zie je ook iemand met de scooter. Degene die rijdt heeft een helm op, diegene die achterop zit niet. Nee. Dus heel vaak rijden ze zonder helm. Het is ook niet verplicht, dat vroegen we toen ook. Jawel, het is wel verplicht, alleen ze zeggen er bijna nooit iets over. De politie die doet daar niet heel veel aan. En het is zo dat zebrapad is dus niet per se een zebrapad, omdat ze stoppen niet of zo. Nee, alleen als je echt er al op gaat lopen, dan stoppen ze. Maar in Nederland... Durven ze niet, omdat ze vaak doorrijden. Ja, klopt. Alleen in Nederland, als je een zebrapad ziet, dan is het echt gewoon meteen... Opletten. Oké, je stopt. Als je geen voorrang geeft, ben je gewoon echt een lul. Hier is dat ook gewoon wel anders. Klopt. Maar dat vind ik wel mooi om te zien. Niet per se mooi van fijn dat ze hier geen voorrang geven, maar gewoon meer mooi om te zien hoe dat anders kan zijn. Ja, klopt. Ik bedoel, het is 3,5 uur vliegen, dan ben je hier. Ja. Dat is echt gewoon niks. We waren hier gewoon echt geslapen in het vliegtuig, worden wakker en we zijn hier. Dus
En dan kan alles zo anders zijn. Oh. Het is echt bizar. Maar heel leuk, vind ik. Ja, echt superleuk. Echt heel erg mooi om dit allemaal weer te zien en mee te maken. Ik heb nog wel een vraagje voor jullie kijkers. Misschien kunnen jullie dat invullen. Maar ik heb best wel veel bomen gezien die voor de helft wit zijn geverfd. Waar heeft dat ook weer mee te maken? Heeft dat te maken met de warmte? Heeft dat te maken met insecten of zo van wit? Of waar heeft dat precies mee te maken? Dat er heel veel bomen voor de helft wit zijn geverfd. Ja, echt een meter vanaf de grond gewoon wit, alles. Ja, ben ik echt serieus heel benieuwd naar. Dus laat weten in de reacties als jullie dat weten. Oké, we zijn nu bij zo'n typisch verhuurplekje. Die kan je eigenlijk op elke hoek wel vinden. Hier hebben ze elektrische fietsen. Dat zie je trouwens steeds meer. Eerder was het alleen maar gewoon normale fietsen of mountainbikes. Nu heb je heel veel elektrische fietsen. Dat is wel echt een aanrader, moet ik zeggen, als je veel bergen hebt. Maar goed, je hebt elektrische stepjes. Super populair. Maar wij nemen deze mee. De Swagways. Ze heet de Segway, maar ik vind het meer een Swagway. Dus die gaan we meenemen. En dat is niet mijn eerste keer op een Swagway. Maar ook niet de eerste keer trouwens voor Thijs. Maar het wordt wel leuk, want Thijs die zei dat hij het niet zo goed kon. Dus sowieso ga ik een GoPro'tje plaatsen op Thijs' Swagway. Dat wordt leuk. Ben je er klaar voor, maatje? Nee. Ja, man. Ik ben benieuwd. De laatste keer dat ik dit deed. Dit voor koplampen. Nou, die moet ik hebben. Ik moet koplampen hebben. Deze valt wel het meeste op, ja. Dat is misschien wel een Thijs-mobiel. Deze valt het meeste op en met deze wordt er gevallen. Ja, je ziet al wat beschadigingen, ja, dat klopt. Het ziet er zo makkelijk uit. En in Oostenrijk maakte ik die fout ook. Nee, Oostenrijk? Ja, op dat gras. Ja? Wow, was dat jouw eerste keer? Wow, ik was dat alweer vergeten. Oké, laten we heel even kijken naar een momentje dat Thijs... Ah, dat was wel een Benny-actie, laten we eerlijk zijn. Was wel een Benny. Dat Benny op de Swagway ging en... Swagway? Ja? Swagway. Swagway. Kijk, Noël. Wow. Hey, zo... Wow, ik kijk je zo slecht op. Vind je het niet leuk? Ik ga altijd ronkelen bij dit soort dingen. Ronkelen? Oké, let je op. Dit is zo moeilijk. Ladies first. Hey, ladies first. Je moet dus laten zien of je het kan. Kijk. She's a master. Oh, nice. She's better than me. Thank you very much. Oké, jij krijgt ook een certificaat straks. Ik niet. Kijk, de andere lady first. Bravo. Nice! Oh, no. Ik wil elke keer zeggen hoppa, maar dat betekent iets met dansen en zo. Ja, dat zeg je als je borden gaat breken. Hoppa! Maar ja, hoppa, dat betekent in Nederland gewoon hoppa. Hoppa, hoppatee! Hoppatee! Really? Ja. Never happened in my career. Oké. I know this guy. Yes, he's famous. After Raki. After Raki. He's famous after Raki. Als hij één Raki op heeft. 2 meters forward. Oké, dat is goed. Ja, wat is er, jongen? Dat doe je gewoon. Ja, moeten we links omdraaien? Hij doet het zo serieus. Ja, alsof het zijn autorijexamen is. Wheel, go. Yes, my friend. Perfect. Hij laat hem gewoon perfect zeggen. Ja, master, nice. Master of Swagway. Nice. Next one. Oké, Noëlletje. Ik kan er wel, hè? Zie je? Thank you. Thank you, guys. Jongens, ik kan het. Oh, die ringen. Oké, daar gaat Noël. Noël die gaat meteen zo hard. Oezo, yeah. Oezo. Wat is Oezo? Oezo is another drink. Hij vertelde net op. Oh. Is dat die dropshot? Yeah. Hij wilde in de tussenstop eentje gaan shoppen, zei hij, denk ik. Maar... Dus voordat hij op de Swagway ging? Nee, halve week. Echt? Wow. Who is the next? Who is the next? Oké. Okay. Daar gaat hij. Hoppa. De face had orange juice. Yeah. Orange juice. Yes. Yes. Wait, yo. Ik ben al het zo. Hij kent jou. Hij is een pro. Nice. Oké. Okay. Nou, dat... Ja, dat was snel, hè? Nee, jij kan het serieus. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Oké, okay, nice. Dat is hem echt. Wie heeft de vlog al geliked? Wat? Dat is hem echt? Wow. You're famous. Model. You're a model, too. Model in Netherlands now. Ah, ja. Hij wordt een model in Nederland nu. Wie wil hem scouten? Kijk, dit is hem. Nice. Can you do the position? I'm ready to... Hey,
Hey! Hey! Nice. I'm ready for you. Voetbalcarrière. If you can help me in Nederland, oh. I'm ready. Ah, hij wil een voetbalcarrière in Nederland. Dus hij doet hetzelfde als ik met mijn handen altijd. Het is wel lekker zo te doen. Ja, dat doe ik ook. Oké, zijn we er klaar voor allemaal? Ja, we moeten een helm op. Ja, we moeten een helm op. Dat is ook al, weet je wat ik te horen heb gekregen? Oh, jouw hoedje. Maar ik heb te horen gekregen dat alleen Thijs een helm op moet doen, eigenlijk. Maar dat vonden we sneu, dus nu doen we allemaal een helm op. Ja, maar dat waardeer ik ook, serieus. Kijk, daar rijdt hij alvast. Hij rijdt alvast rondjes. Hij rijdt alvast rondjes, zodat hij in de buurt is. Niet zo'n vakantie, het gaat zo goed nou, hè. Maar jij wil dat, ik val. Zeg nou eens heel eerlijk. Je mag gewoon eerlijk zeggen. Ik vind dat niet erg. Wil je dat ik val vandaag? Ja, maar niet dat je iets breekt. Zie je, wil ik vallen. Ja, maar niet dat je heel veel pijn hebt of zo. Nee. Maar gewoon dat je content hebt. Maar dat je gewoon zachtjes zo rolt op het gras of zo. Oh, nee, maar doe voorzichtig, maatje. Oké. Oh, beautiful. Nice. It's too small, I think. Too small for me. Yeah. Bro, je hebt wel een keiharde helm hoor. Ja? Yeah? Ja, doe die hoed eens af. Serieus? Dat is echt een hele vette helm. Ja, nee, daar is het helm. Hoi, joh. Hoi, joh. Ik heb hem zelf nog niet eens gezien. Nee? Hij zet hij ineens op mijn hoofd. Moet ik even kijken. Dat is echt een vette helm. Helemaal rood. Hoi, joh. Gaaf, hè? Wat voor helm heb ik op? Ik krijg ook in één keer die helm op. Oh, ik ben blauw. Hoi, joh. Kijk, wij zijn echt vet. Zo wielrennenploeg. Ja, man. Smart. Als je niet wil dat jouw box wordt gemist. Nee, je moet ook deze extra doen. Zullen we gewoon onze box maken dat we allebei wat doen? Je pakt er maar niet mee. Papa! Maar dat ik ook. Oh, dit heet de Coffee Gang. Mannen, we gaan. Dit is zo druk. Leuk, hè? Nee, opa. Au. All good, my friend. Let's go. Oh, dit is wel verfrissend, jongens. Mijn ook, hij heeft mij erop. Ik heb jullie niet gesmeerd. Niet? Ik ook niet. Deze dingen zijn eigenlijk zo droog. Echt zo ontzettend droog. Uh-oh, jongens, we zijn een weg oversteken. Ik kan de eerste bevingen. Party people, put your hands up in the air! Let's go, guys! No shark. Thijs moedigt de hele boel aan. Ja, bro, ik wil die party people in the green. En hier moet je tussendoor gaan, hè, tussen die palen. Slalommen. Zal ik dat doen? Kijk, hij is aan het vissen van content. Please stay in line, guys. Oh joh, Thijs gaat hard? Ja, die van Thijs staat niet geblokkeerd. Nee, hij gaat vet hard. Die van ons staat geblokkeerd op een bepaalde snelheid. Gaat hij zo naar achteren? Ja, kijk hoe rechts je erop staat ook. Super vreemd. Ja, maar als ik nu stop, dan kan ik wel weer zo naar. Ja, maar daarna blokkeert hij weer. Ja. Maar hij gaat eerst kijken hoe goed we het doen. En als we het goed doen, dan haalt hij die blokkatie, of blokkatie, die blokkering eraf. Die van mij is niet geblokkeerd, want ik heb zijn eitjes. Bij de daar kan hij pionnetjes pakken. Die slaan we. Hé, hey, ja? Ja, oké, okay, oefening nummer 1. Let's go. Hoppa, dat gaat goed. Oh joh, dit gaat echt goed. Is dat leuk? Geniaal. Wow. Ja toch? Zo, de eerste Nederlanders die we tegenkomen. Hebben jullie het naar je zin? Ja. Oh echt? Oh, nou goed voor elkaar. Groetjes uit Nederland. Hoi joh, eerste Nederlanders. Hallo. Hoe weet je hoe mooi ik zeg? Ze hebben jullie het naar je zin? Wij wonen hier. Oké, nou, veel plezier. Ja. Hey, doe jij eens dan? Nee, bro, wow, nee. Bro, dan word je alleen maar beter als je dat oefent. Nee, dat wil je. Dat is niet de reden dat je wil dat ik dat ga doen. Hey, deze toon staat mij niet aan. Hey, doe het nu! Dat was zo droog. Ze was helemaal bang voor die paal. Schattig, heel schattig. Oh, dit is leuk om te doen. Dit zo. Wee.
Dit is echt super leuk om te doen. Wow, Joost, steeds sneller. Hoppa. Kijk hem freestylen. Iets vinden wat anders is. Die nu wel verveeld zit. Hij zit alleen maar te kloten. Oké, our next destination. Julia. Our next destination will be chocolate. Hey, chocolate. The faster experience. Okay. Ah. Wel valt er bijna weer af. Dit is dus de. Weet je waar die zijn? Je moet dus achteruit proberen te rijden. Achteruit rijden? Ja, dat is echt moeilijk. Hoe zit hij in gevuld? Het is niet goed voor dat beenneem. Hallo. Oh. Come back, please. Hij kan niet daar lang. Zo. Hij kan daar lang. Ik zag niet dat er een afstapje was. Je zag die stoep niet? Ik zag gewoon een streep. Ik zeg je eerlijk, ik zag het ook niet. Is het oké? Ja, ja, ja. Sure. Yeah, sure. Wie is de Benny nu? Ik ben de Benny. Jenny. Wee! Nee, die tijd gaat echt hard, jongen. Kijk hem. Hoi, joh. Yeah. Let's get some chocolate. Hey, jongens, ze hebben mij op het hart gezet, weet je wel. Grotere kans op goede content. Dit is wel echt leuk om te doen, serieus. Waar? Het is gewoon chill, een beetje kleurtje krijgen, zonne, een beetje relaxen, lekker windje. Wat? Zo langs het haventje. Heerlijk hoor, super leuk. Typische Griekse kerk die je hier ziet. Dat vertelde je net aan Enzo. Met typische Griekse architectuur. Oké. Thank you very much. Oké, okay, waar zijn we nu? Wat zijn dit? Chocolaatjes. Chocolaatjes? We came for you here. Hij doet niet chocolade. Ja, je bent in de zon. Nee? Ja, nee, dat kan. Hij eet geen chocola vanwege puistjes. Ja, want ze zeggen van chocola krijg je puistjes. Maar als je zo in het buitenland bent met zoveel zon, dan kan het geen kwaad. Maar als je het niet wil, dan moet je het niet doen. Maar dit zijn de chocolaatjes bij een patisserie. En hier hebben we even een stop gemaakt. Dus heb je allemaal lekkere chocolaatjes. Kijk dan. Oh, deze lijkt me ook lekker hoor. Die chocoladebol met nootjes. Ja, ze hebben hier lekkere ijsjes. En, wow, kijk deze taarten die ze hier hebben. Oeh, deze zijn ook lekker. Van die kleine ijzen. Kijk dan. Hé, hey, deze is schattig. Het ziet er allemaal goed uit hoor. Ja, met nootjes ook. Nou, dit is gewoon een stop die we maken om chocolaatje te eten. Ja, nou, laten we. Thank you. I have one more test if you want. Oeh, even more. Je kan nog één test als je wil. Can we try this right now? Yes, for sure, yes. Oh my god. Is het lekker? I love this. It's my favorite. Is het lekker, ja? Het is zo lekker, dit is mijn favoriete. Dit is lekker hoor. Do you like it? Ja, I like it. My Genoa is your favorite. Ja, dat is heel lekker. Very good. Kijk dit chocolaatje. Dit lijkt wel een beetje zo'n rots. Zo'n chocoladerots. Deze is ook zo lekker. Ja. Very good. Ik ga nu de tweede proeven. I can't you. De chocolade verder goed. Deze tweede is ook lekker, maar ik vind die eerste lekkerder. Enzo is with the team. Dit is de man die de chocolaatjes maakt. Nee, it's live. No, it's not live. Ah, it's video. Ja, video. Oh, oké. Okay. Hij maakt de chocolaatjes hier. Cheers. Niet normaal. Very good. Yes, so good. Ik zit hem meteen vol, maar echt heel goed. Zo goed, we gaan doen. Zo lekker dit. Wat een legend. Thank you. Thank you. I want to show you many places. That's the reason it's time to... Oké, okay, we moeten gaan. We moeten gaan. We gaan naar meerdere plekken, dus go, 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 go. Dankjewel, maatje. Dankjewel. It was a pleasure. Thank you. Ciao. Bye. Jij ook. Dankjewel. Dankjewel. It was a pleasure. Thank you. Bye bye. Ciao. Hier staan alle swagways achter elkaar. Nou, daar gaan we weer. 1-1. Yes. Let's go. Nee, bij mij niet. Hij zegt, you know your master. Wow, kijk die toren. Holy shit. Wow. Oké, okay, het was vroeger was er een fabriek vanuit Beirut. En nu is het van het hotel. Maar wat ze ermee doen, geen idee. Nee. Maar in Nederland zou dit een watertoren zijn. Ja, klopt. Maar die is wel meestal iets breder dan dit. Ja, maar deze is wel echt groot. Ja. Ja, deze is hoog. Maar wel leuk, hè? Let's go. Attention. A gap in the hall. In the hall. Gap in the street. Gap in the street. Dus niet doen, niet doen. Je moet bukken. Oh, hey. I pull up. Back, brand new land. Can't it out of the game. Oh, yo, nu gaat het weer. Ik ga naar.
kijken. Hey. We have to go backwards here. Suddenly went on the brake. He's spaced. You see? Yes, if you are not up, this is the problem. Okay, we will change the line. What the fuck? Ja, hier heb je die bomen weer wit, zie je? Hey, yeah. Why are the trees white? Oh, very good question. Yeah, you were wondering. I like your question. You were wondering. It's like protection about the mosquitoes and many other that have problems with trees. Oh, yeah, dat dacht ik dus al. Yeah. Ik dacht het is of voor de hitte of voor de beesten, de insecten, de dieren. Hij zegt dus de mosquito's, dus de muggen. Yeah. Ja, dus vandaar dat ze wit zijn. Hij zei very good question. Ja, ik stel nou eenmaal vragen, soms zijn ze dom. Ze zeggen dat domme vragen niet bestaan, en domme antwoorden ook niet. Maar dat was een goede vraag. Zijn er geen domme vragen? Dankjewel. Zijn er geen domme vragen, denk ik? I got one more question. Why are the leaves green? Because the sun. Okay. Dat wist ik serieus. Er zit alleen maar vol plas in. Why is it green? Why is it green? Er zitten bladgroenkools in. Yes, because you have some connection with sun. Yeah. I love the wind. Refreshing. Yeah. Hoi joh, wat is dit dan? Dit gebouw hier. Is dit een police station? Yes, exactly there. Whoa. It's the main police station. We are in the west side of the city. West side. West side. West side. West side. Yes. It's like this. Yes. It's possible to explain the meaning of this? The meaning is if west side is like the gangster side. Yeah. Yes. Ah, the bad guys. So it's a W. You have like a few rappers that are coming from a neighborhood. They're like west side. So you do it like that. West side. I think that they have. Yeah. Okay, we are in west side. Who is your girlfriend? Yes. Is your boyfriend? No. And they are you. Next destination. Okay, let's go. We go to eat some, to drink something, and to eat something. Go. Wait, yo. Very cute. Hij gaat zo hard. Dat is wel groter dan de dag. Maar besef hoeveel je dan moet lopen. Thank you. Kalimera. Kalimera. Dat vind ik zo mooi. Dat... Oh, Kalimera betekent goedemorgen en het is niet meer goedemorgen. Oh, misschien lachten ze daarom. It's time to drink something. Oké, okay, tijd om wat te drinken. Je hoort de man. Je hoort Elmo. Zo leuk, Jackway. Holy shit. Jouw kuiten lijken heel leuk. Ik denk dat die verbrand zijn, serieus. Zit op de limbo. Hahaha. You were someone. Yeah, because you, the little boy was walking. The little boy, that's the little boy. Whoa, whoa, whoa. His brother take the other segue. Yeah, that should be better. Yeah. Uh oh. Oh, I need help.
No, I'm good. I stressed a little bit, I'm not gonna lie. But I'm good. You're good? Yeah, I'm good. You're good, man. Hey, Andy. Hey, bench first, here. Two best friends, they might kiss. Can you mean? We just got married. Thank you. Ah, what the fuck? No, what's that? Petunia. Petunia. I like a bunch, you. We gingen gisteren hier langs paracelen, hier zo. Super sick. Oh, jullie hebben in een kasteel gekeken? Ja. Wow. Ja, we hebben net niet gezien volgens mij. Oh, we vlogen niet overheen. Overheen? Dat kan niet, hè, want we waren op het water. Ja. Ik heb thuis, ga maar maatje. Nee, je gaat toen mijn reet slaan. We hebben een hele blauwe reet straks. Serieus, even een gesprekje. Gaat deze vakantie wel goed? Ja. Waar je van, hè? Ja. Ik heb nooit meer meegemaakt. Ik nam jou mee voor de content. Ja. Hij doet niks. Serieus, de vliegje omhoog. Mooi fan, Dave. Nee, jij het mooi. Je ziet gewoon meteen dat jij drie raakjes op hebt. Hoezo dat? Dat is zo dom, daar voel je toch niet van. Jawel. Ja, ik ben wel een beetje anders. Maar... Dat had ik bij die eerste al. Ik ben er echt zo niet gewend en hier wordt mij aangeboden. Het is gewoon disrespectvol om het af te wijzen. Jullie zijn allemaal disrespectvol. Nee, grapje. Nee, jij krijgt er één raakje en daarna ben jij degene die zegt, oh, second one, third one. Ja. Ik ineens in die vaart. Hij zegt, wordt aangeboden, hij is degene die na de eerste weer tweede en derde zegt. Maakt niet uit, het is lekker maar. Kan ik een refill? Oké, kom op. Naar lunch. Let's get some chicken breast. We zijn nu bij een plekje en hier hebben ze souvlaki. Dat heb je blijkbaar in Nederland ook, maar ja, het is typisch iets Grieks. En oh, het schijnt echt zo lekker te zijn. En ik heb het zelf nog niet gehad, dat ga ik nu proeven op beeld. Maar Thijs die is bezig. Wow, zo lekker. Lekker? Echt lekker. Marjon die is ermee bezig. Heel lekker. Lekker? Thank you. Wow, kijk nou maar deze kuit. Okay. Oh ja, maar dan moet je betalen, hè? Oké. Okay. En Mooi, ja. Ja, maar pak jij bent de smaak. My love. Oh, thank you, I'm good, thank you. Oh, I'm good. Dat is dan 5 euro. Kijk, zie je, dat bedoel ik. Ja, nu moet je hem alsnog weer betalen. En jij hebt ook die souvlaki? Lekker? Ja. Oké, Noël is een beetje zenuwachtig, maar hij kan elk moment weer gebeld worden door zijn school. En nu ga ik het proberen. Lekker, hè? Ja. Het lijkt... Heel erg op een broodje kapsel. Ja, klopt, ja. Klopt. Lekker hoor. Mm-hmm. Heel lekker. Heet smakelijk. Heet smakelijk. Hij doet net zo jij. Wil je? Ik viel bij je. Dat is oké. Yes, thank you. Second time! Oh mijn god, alweer trapten ze erin, hè? Tweede keer in een uur tijd. Supermooi. Deed jij dat? Nee, ze ging in het zak. Nee. Jij ging tegen die tak aan. Nee, want er waren toen bladeren. Ja. Jij trok hem naar achteren, hè? Oh, hier is het al. Hij wordt gebeld. Congratulations. Ja, super, dank u wel. Ja, super, dank u. Ja? Ja. Dank je. Yes, doei. En? We hebben alles voldoende. Hey, lekker maatje. Nice. Hoppa. Lekker hoor. Er is zoveel stress wat gewoon weg is. Lekker. Lekker genieten nu. Let's go. Hey, lekker Thijs hier, lekker. Hey. Voor Noël, hè. Hey. Wat waren die cijfers?
ja, krijg ik er opgestuurd. Maar alles was voldoende. Nice. Ik had heel veel hoog gescoord blijkbaar, dus ik ben even in. Nice. Oh, beter, beter. Amen. Oké, laat ik even de cijfers te horen. Nu gaan we de swagway weg doen. Doe swagway. Bye bye. Thank you very, very much. Enzo, thank you for the help. I hope to see you again. I loved it. Everything. I have already invited you for nightlife. Yes, I enjoyed everything. Yeah. Also, the you said blah, 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 but for me it's good information. Really? I like it. Yes, yes. Okay, this is very important for me. Thank you very much. Bye, guys. Okay, bye bye. Ja, voor mij is dat in ieder geval super interessant. Ik hou ervan om dingen te weten. Daarom vraag ik ook altijd zoveel. Hebben jullie vast ook wel gemerkt. Ik vraag altijd heel veel van waarom zijn die bomen half wit? Waarom is dit? Waarom is dat? Hij zei de hele tijd van, ja, sorry van de bla bla bla. Oftewel, sorry dat ik zoveel praat en dingen uitleg. Maar ik heb zojuist aangegeven dat ik het super fijn vind dat hij zoveel uitlegt en dat hij zoveel dingen vertelt. En ik vind het ook heel erg bizar om te zien dat je hebt hele mooie toeristische plekjes. En dan ga je 100 meter de hoek om. En dan in één keer heb je allemaal graffiti op de muren. En in één keer niemand is daar. Het is echt bizar. Het kan zo verschillen. En jullie ook hier. En ze zeggen dat als je hier in Griekenland gewoon aardig bent tegen de mensen, zijn ze net zo aardig terug. En dat merken we ook heel erg. Dus dat is leuk. Ja. Jullie zijn even naar het winkeltje geweest? Ja, maar er was niks. Maar ik wil heel graag naar dat winkeltje waar we net met de Segway langs kwamen. Die Pink Woman of zo. Het is Swagway, hè? Swagway. Oké, dan moeten we die kant op. Dat is nog 400 meter lopen. Oké, nou dat doen we voor jou. Ik wil ook nog de tas dragen. Nee, dat doen we voor jou. Yes? Oké, that way. Yes, please. I follow you, thank you, thank you. Give me your hand. Oké, okay, it's very sweaty and under the sunburned. Ik heb me net helemaal ingesmeerd. Dus ik zei tegen Marvin van, ga alvast maar naar dat winkeltje waar je heen wilde, smeer ik me helemaal in. Want die hele Swagway tour van 2,5 uur. Echt zo lang? Ja, zo lang. Daar heb ik me helemaal niet ingesmeerd. Super dom van mij. Ik ook niet, kijk maar. Nee, Marvin ook niet. Kijk, die is helemaal verbrand op de schouder. Op de shoulder. Ik had eigenlijk zo moeten gaan rijden. Yep, dat is beter geweest. Maar goed, dus we gaan nu nog even, oh ja, dit is de Coffee Gang. Geniale naam. Coffee Gang. Dan moet de koffie wel goed zijn. Hoor je al allemaal kwallen in de lucht hier? Oké, dus we gaan nu naar één winkeltje voor Myburn. En dan daarna gaan we terug naar het hotel. Maar dit was echt serieus een hele leuke tour. Wow. Serieus. Is nice, hè? Segway. Fucking leuk. Ja. Ik vind nou zo leuk. Ja, omdat het goed is gegaan. Ja, maar in Oostenrijk hadden we echt super groot, hè? Ja, deze klopt. Deze waren iets kleiner. Deze waren wat praktischer. Wel ja. Wow, zo vaak. Holy shit. En die souvlaki. Oh, zo goed. Zo lekker. Oeh, dat was gewoon een Griekse kapsalon. Ja, dat was echt heerlijk. Ik weet wat ik ga doen. Ik ga alvast terug naar de auto, want deze tas is echt veel, veel te zwaar. Ik heb helemaal last van mijn rug en mijn nek. Ik neem de drone mee en ik ga even dit stadje filmen voor de mensen. Met de drone. Dus ik ga naar de auto. Dus als jullie klaar zijn, kom maar naar de auto. Ga ik drone vliegen. Yes? Ja. Oké, okay, ciao. Bye bye. Watch out, hè. Haha, see you in a minute. Oké, dit is dus het zebrapad. En zoals jullie zien, thank you. Kijk, het duurt heel even voordat je voorrang krijgt, maar uiteindelijk krijg je het. Maar ik zou voorrang niet nemen. Voorrang moet je krijgen. Dus je moet altijd even kijken wie aan het opletten is. Dat is wel belangrijk. Oké, daar zit ik dan samen met de drone. Ik ga even vliegen. Het is hier echt prachtig, zoals jullie kunnen zien. En daar naast mij is de haven en daar verderop is het kasteel. Dus we gaan even mooi zo langs de kust eventjes een stukje vliegen. Dus ik hoop dat jullie gaan genieten van de dronebeelden. I'm waiting for something to change. 'Cause when I'm not here, it's like I'm falling. And I don't know why I feel pain. 'Cause when I'm not here, I keep on falling. Ik stond op jullie te wachten daar. Hey. We have
have a little present for you. Ah, little present. We kwamen iets tegen en we dachten, dit moeten we halen voor Enzo. Ja. Dit ga jij leuk vinden. Ik ben benieuwd. Ja, jij wilde. Een cadeautje van Thijs en Noël. Ja, komt ja. Ik ben echt benieuwd nu. Een vishengel? Hey. Sick? Hij is gewoon helemaal compleet, dus je moet hem uitpakken en go. Ik ga straks meteen bij het huisje in de zee proberen. Ja. Echt? Ja. Wil je niet hier proberen? Ja, meestal in de haven mag je niet vissen, maar... Bij de zee... Maar ga gewoon proberen, want wij zijn toeristen! Let's go! Oh, jullie maken me wel heel blij hoor. Lekker hè? Oh, lekker koud ook. Heerlijk. Ja, ik heb de auto helemaal airco, alles, dus heerlijk. Hey, zo met het raampje open is nu weer warm, maar maakt niet uit. Lekker hoor! Leuke cadeautjes. Goeie vrienden heb ik. Ik heb wel het gevoel dat er een loodje aan wat wormpje. Daar had je weer geen wormpjes. Wil je hier vooraan beneden? Ja, het zijn zo klein. Ziek hè? Ja, het zijn allemaal klein. Ja. Wel een beetje. Je ziet ze wel. Er kwamen wel vissen op af hoor, hier beneden. Ja. Ik kon gaan verder die dingen. Ja, ik kon het zelf. Kijk, daar rechts. Daar zag ik heel veel. Hey, dat bedoelde ik. Over die boot en zo. Ja. Misschien zien ze ook op camera. Nee. Ze gaan allemaal naar die ketting. Kijk, daar zie je allemaal visjes. Oh, die zie je wel op camera. Dat is of een dolfinarium zijn. Ja? Die leek best groot. Ja. Mooi, joh. Hey. Mooi, joh. Die zijn groot. Ja. Mooi, joh. Hij komt deze kant op. Oh, we moeten heel stil zijn. Ja, hij kwam, hè? Ja, we moeten stil zijn. Dit zijn grote. Deze kunnen we pakken. Hoe schaar we dit ja, dit is zo. Ik geniet hier gewoon zelf van, omdat ik het ook al doe ik het niet eens. Kijk dan, die. Die zijn diep en groot. Diep en groot? Diep en groot. Daar heb je het liefst, hè? Daarom is het jammer dat hij niet drinkt. Serieus, best een nice hengeltje. Ja? Het was ook echt een zieke winkel. Chef, daar kun je gewoon bij het strand, bij het huis doen. Ja. Avond. Ja. Als je wat vangen wil, ja. Maar als je ergens wat moet vangen, dan zou je zeggen, dat is hier wel. Ja. In zo'n haventje. Jong zo, ja, vrienden. Kijk, ja. Oh. Hij kan niet vliegen. Hij kan niet vliegen, maatje. Oh, anti-climax. Hij kan niet vliegen. Ik kan wel zeggen, veel. Hij zwemt wel. Ja, hij gaat al weg. Ja, hij moet eigenlijk wel iets dieper nog, maar gaat hij niet. Nee, kunnen we niet even in de buurt een loodje pakken? Je moet geen loodje zoeken, heb je gewoon een zwaardere aasje nodig dan dit. Ah, daar zaten we over te twijfelen. Ja. Je kan daar wel deels met de auto komen, we kunnen daar maar hij beweegt wel super mooi hoor, hier zou je echt wat op moeten kunnen vangen, 100%. Probeer daar, want daar bij die boot waren echt fucking veel. Ja, dat is waar. Je kan ook hier zo neerleggen, hier zo'n beetje onder. Ja. Lopen. Dan haal ik misschien te binnen. Ik denk dat we moeten gaan voor die grote. Dit zijn visjes die gaan op wormpjes af en zo, niet op van dit soort grote aasjes. Ja. Je hebt echt roofvis nodig. Oeh, misschien hier beter. Ze gaan er allemaal heen. Maar die grotere moeten er heen gaan. Het zijn niet de juiste vissen. Het zijn niet een vis waarmee je op de foto gaat. Ja, misschien moeten we serieus niet hier in de haven, maar gewoon aan de zeekant. Ja, ik zal het gaan proberen hier. Ik krijg zo'n joekel. Ja, ik heb zo'n 2 meter. Ja. Oh, zag je dat? Ja, nee. Er zat een grote achter. Ja, nog één. Dat is een aal. Ik zie het. Kijk daar. Een waterslang. Echt. Zie je dat? Die waterslang. Ja, maar die gingen niet achteraan. Jawel, die gingen wel achteraan. Oh, maar er ging een grote, hè? Oh, dit is een hele vibe. Oh, joh, we gaan hier iets pakken. Zie je hoe mooi die beweegt? Ja. Je ziet hem ook lekker goed. Ja, je ziet hem super goed. Ja, het is echt ziek aasje wat jullie hebben gekocht, hoor. Ja, thanks. Ja, echt blij mee. Hij zei, ja, je kan deze allemaal kiezen en toen hebben we deze. Ja, omdat deze het felste was. Met deze knop had ook, naar dit. Ja, sowieso. Oh, joh, kijk hoe mooi wel zo'n school is, hè? Ja, echt ziek, hè? Ja. Kijk, kun je even op de camera? Ja, dat zie je wel, kijk. Kijk, het grote school. Nou, Ja, maar daarom hoorde je waarschijnlijk straks zo'n splash. Want zo'n roofvis die gaat naar zo'n school toe. Ja. Dan zagen jullie een grote vis. Ja. Nou, een grote plons. Wow! Kijk, hoor die misschien? Ja, die zie je wel op camera ook. Ja, er komen wel grotere naartoe. Hier linksonder leek het. Kijk, ik zweer het. Ja, het zijn wel mooie. Een aal. Ja? Daar zo? Ja, hier. Ja, als je nu snel... Thijs ook helpen. Zo mooi. Vissensporter. Hij gaat toch wel best diep of zo.
Als het wat sneller gaat, dan gaat het wat dieper. Oké, we hebben niks gevangen in het haventje, maar we hebben Daniel eventjes gebeld, de expert. Die zegt dat het zeker weten mogelijk is. Dus gaan we nu even terug naar het winkeltje, want volgens Daniel moeten we een kleiner aasje hebben. En we kunnen eventueel een haakje proberen met wat brood of een wormpje. Wormpje wordt wat lastig, maar brood kunnen we overal wel halen. Dus laten we dat gewoon gaan doen. Als het goed is, is het hier ergens, boys? Ja, hierna. Nice. Ik ben erg benieuwd, want jullie zeggen dat die winkel echt vet is. Ja, het zijn allemaal dingen van het leger, dus bivakmutsen, politiepakken, het echt heel ziek. Oké. Misschien ga ik daar politie doen. Ik heb sowieso politie ding kopen. Ja, dat was een shirt met politie. Nee, het was echt een t-shirt met politie met zo'n petje. Echt? Was een body. Ik heb sowieso het idee dat je in het buitenland veel meer van dat soort dingen snel kan kopen. Dit winkeltje is het. Yes, sir. Oh, goede hoedjes allemaal. Oké. Okay. Oh, ik zie het al inderdaad, ja. Hallo. Oh, joh, zakmessen inderdaad. Oeh, heel veel dingen hier inderdaad voor het vissen. Wow. Echt heel veel dingetjes. Oh, kijk deze ook, hè. Dat is echt lijp, jongen. Dat is ook een aasje, hoor. Moet je zoiets hebben. Predator Master Series. I think we have everything. Kijk, we hebben deze. Kleine aasjes. Kleine aasjes. We hebben haakjes. Haakjes. We hebben een onthaker. We hebben knijploodjes. We hebben een visnet. Visnetjes. En we hebben... Oeh. Wormpjes. Wormpies. Die leven zijn. Yep. Ja. Dit wordt lekker vissen. Nice. Zo, we zijn terug bij het verblijf hier. En... Oh, af en toe als ik zo een beetje richting de zon kijk, dan moet ik in één keer zo hard niezen. Ik ga gewoon meteen even een duik doen. Ik ben echt bang dat ik verbrand ben vandaag. Afgelopen dagen ging het wel aardig goed. Ik heb me wel net helemaal ingesmeerd, maar het kan echt hard gaan hier zo. Maar laten we even een lekkere plons maken in het water. Dit is gewoon niet normaal dat dit gewoon aan het huisje vast zit hier. Het is echt absurd. Oh, daar gaat hij. Zo lekker. Niet normaal. Oh, dit is echt optimaal genieten. Dit is niet te geloven. Oi, 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 absurd. Het eerste wat ik dan doe is in het zwembad springen. Noël ligt lekker te zonnen. Marjo ligt lekker te zonnen. Thijs heeft zijn laptopje gepakt. Die is lekker aan het werk. En we hebben een heerlijke Fredo. En een Fredo is een cappuccino. Maar dan is het koud. Dat is zo ongelooflijk lekker. Hebben we in bekertjes gekregen. Very tasty. Oké, dames en heren. Maak je borst maar nat. Want jullie gaan vanavond kennis maken met de power van Knol. Of niet dan? Hey. We gaan paardrijden, dames en heren. En dan ook nog eens even op het strand. Dit is eigenlijk wel een soort van een bucketlist dingetje van Myron. Een soort van verjaardagscadeautje. Want Myron die wilde het heel erg graag. En dat is gewoon geregeld. Dus dat is echt fantastisch. Ontzettend leuk. Heel erg veel zin in. Ik heb een keer eerder paard gereden. En dat was echt machtig mooi. Serieus, geen gein. Het is super machtig gevoel om op een paard te zitten. Het is gewoon 600 kilo spier. En je weet niet wat je meemaakt. Het is echt heel erg vet. Wie van jullie heeft nog nooit paard gereden? Steek je hand omhoog. Oh, Noël heeft een keer paard gereden. Of course. Kennen jullie elkaar wel? Thijs nog niet. Myron heeft dus wel een keer paard gereden. Noël ook. Maar nog niet op het strand. Nee, nog nooit op het strand. Oké. Nee, ik ook nog niet. Dus dat gaat leuk worden. Ja, leuk. Nee, serieus. Ik ben benieuwd of er paarden er zijn. Jullie niet? Ja. Ja. Ja? Ja, nee, goed antwoord. Ik ben duidelijk. Hoeveel paarden denk je? Ik denk Duitse herders. Duitse herders, gast. Nee, serieus? Ik denk witte paarden, man. Zo'n gevoel heb ik. Ja? We gaan allemaal een kleurtje gokken. Wat denk jij? Bruin. Ik denk een bruin, ja. Oh, joh. Wat denk jij? Ik denk zwart. Wit. Weet ik al. Kijk eens aan, dames en heren. Riding Club Red Team No. Hey! Riding horse. Met z'n allen. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the... In the bag, the mad in black. Oké. Okay. Ik stap hier de auto uit. Eerst wat ik zie is dikke Acra onder die motor. Woe, jeez. Dit is een dikke motor hoor. Zo'n motor heb je hier geloof ik nodig hoor. Wil je een beetje fatsoenlijk rijden met van die dikke banden voor paarden. Oeh, mooie paarden. Veel bruine paarden. Een paard met witte vlekken. Maar wauw, heel mooi. Heel erg mooi. Kijk dan. Oh, dit ziet er echt gaaf uit. Oh, die meid kan dat goed zo in galop. Wow. Het ziet echt nice uit. Kijk dan, die meid is best wel jong. Kijk dan. Wow,
kijk hoe elegant. Heel erg sick, echt nice. Oké, we gaan even de spulletjes pakken. En dan gaan we naar het strand hopelijk met de paarden. Hey. Hey, yo. Jij gaat paardrijden, dat kan ik zien. I'm a horse girl. Misschien moet ik een vleg maken, dat is ook nog meer. Nou, laat zo eens zien. Oh, dat is leuk hoor. Schaap. Hey, kijk. Hey, Matsko. Hij is zwanger is, eerlijk. Hey, Matsko. Hey, yo. Is hij zwanger of houdt hij gewoon van eten? Dat is een beetje de vraag. Hey, maatje. Hey, maatje. Kijk hoe lief die is. Oh nee, deze is wel zwanger, denk ik. Ja, toch? Ja, dat denk ik wel. Oh. Oh, die ook. Ben je ook zwanger? Ja, sowieso. Ben je ook zwanger? Wat ben je aan het doen? Gaan jullie allebei ruiken aan de camera? Ah, de honden zijn zwanger. Zal ik dit zo achter mij houden, dat ik zo bekouwen lijkt? Zo, ja, dat is wel... Oh, die bril moet je opdoen. Yes. Zit hij nog op die bril? Ja, zit nog op die hoed. Oh, nice. Oh, joh, hij heeft eentje die match met zijn outfit. Wat? Oh, joh, nou ben ik benieuwd welke kleur ik krijg. Running the horses. Wow, yeah. Dat ziet er echt goed uit. Ik vind je zoveel zin in. Ja, dat ziet er echt nice uit. Hey, vind ik leuke droom. Hij gaat naar de slager, hij gaat brood snijden. Ga je zo doen? Vlees snijden. Welke kleur helm denk je dat ik krijg? Nu zeg ik. 3, 2? Bruin. Oh, zwart. Oh, jij krijgt zo'n plastic, hè? Dat is voor amateurs. Smart. Jullie hebben allemaal een mooi stofje. Mooi stofje. En? Ja, hoe zie ik eruit? Ja. Nee, serieus wel goed. Ja? Yeah? They waiting it's a for boy. A boy. Yeah. Yeah. This is the daughter and the other is the mother. Oh, wow. Yeah? Wow, die vogel kwam in één keer langs. What's her name? Millie. This is Emma. Emma. And the other is Millie. Millie and Emma. Amelie. Let's go to the horses now. Yes, nice. Oké, we gaan de paarden bekijken. Nee. Ik vind het best eng. Oh, kijk dat witte paard. Oh, dat wil ik niet. Wow. Nee, dat wil ik niet. Schatje. Oh, Marion is aan het vloggen. Oh, wat een. Op een paard zit best eng. Wow, Eldie. Oh, beautiful white horse. Oh, Eldie. Eldie. Jumping. Subbing? Jumping. Jumping. Yes. Oh, jumping. Yeah. Oh, she jumps a lot. Jumping. Ah, she is gymstyler. Yeah. Wow, ik dacht daar net aan. Je dacht ook aan gymstyler? Wow, yo, kijk dit aan. Paard van Sinterklaas. Paard van Sinterklaas. Geef kusje op de neus, geef kusje op de neus. Dat vinden ze fijn toch in de hals? Wow, yo. Hij is net zo'n paardenjongen. Wow, kijk dan, echt hè. Paard, hij moet zo in dat tijdschrift van Nederland, zo'n paardenblad. Wow, yo, hij heeft gekke moustache. Kijk hem staan. Je moet niet schrikken. Hoi, kijk hem. Hij is zo smooth met dat paard. Wow, laat me een foto maken voor jou. Someone is getting jammer late tonight. Jammer de... Hey! Hey! I know you! Hey! My friend. How are you? How are you? Nice. My friend. Hey, sorry. How are you? Good. Riding quads, two riding horses. Yeah, I do both. My daughter is riding the horse. Ah, nice. Pas op, hè, dat hij niet trapt. Hij is op pony. Oh, kijk dan. Dat is Trilos. Weet je waar hij zegt? Weet je waar hij zegt? White horse. Jij wil een wit paard, hè? Which one? She wants a white horse? White horse? Yeah, or a dark brown. Come. Oké, we volgen haar. Red Bull. Who's Red Bull? Red Bull, yes. Sanremo. Oh, kijk dan, eentje heet Red Bull. Ja, die kan vliegen. Ah, die is daar aan het paardrijden. Zo, die paarden zijn mooi, hè? Oh, hier staat ook in één keer eentje. Wow, kijk deze. Wow, deze is ook zo mooi. Wat? Deze is echt mooi. Ah, kijk die witte. Wow. Is dit mijn horse? For you, Erika. Yes. Wow, Erika. He loves you. I feel the band. The I feel the band. Oh my god. I feel the band. What a guy. I feel the band. In plaats van I feel the connection of zo, hij zegt I feel the band. Ja, maar jij zei zwanger. Ja, ik zei in plaats van zwanger zwanger. Maakt niet uit, maakt niet uit. You know? Oh, kijk, Marwen gaat erop. Wat? Wow, dit is echt een mooi paard, hè? Staat je wel goed? Ze zit echt zo op alsof ze een trucje gaat doen. It feels good. Hij is helemaal zijn element, die jongen. Wow! You look like a cowboy. Yeah! Oh, yeah. Oh, you look like a cowboy. Yeah? But you must follow Kyriako, hè? Yeah, of course. Kijk hem, hij zit er al gewoon op. Wow, hoe dan? Ja. Yeah. Can you go with two on a horse? You can go... Oh, sorry. Yes, yeah, it's better for you. Yeah. Wow, dit zijn kleine paarden vergeleken met de paarden die daar rijden. Die zijn allemaal zo groot. Hey, maatje. Hey. How you feel? Perfect. Ze zitten echt in één keer op een paard. Dat is zo random. Ik zit er helemaal niks van. Echt, hè? Noël zit op een paard. Ik zit op een paard. Paard? Ik zit op een paard. Hij zit op een paard.
Ik zit op een paard. Het is echt zo random dit in één keer. Hij vindt niet eens gereden, hij vindt het heel zo mooi. Ik vind het gewoon leuk. Nee, ik wil niet dat die van mij is, die is eng. Die eng. Vind je die eng? Hij kijkt een beetje eng. Hij kijkt eng? Die is voor jou, die is voor jou, die is voor jou. Zij zal vast wel zeggen voor wie die is. Ja, toch. Nee, stripsen. Oh, deze is wel machtig groot, hé. Oké, okay, die spieren, hè, is niet normaal. This is Lucas. Are we gonna ride? Kirsten, ik heb daar Lucas. Voor hem. Oh, je hebt geluk. And you ride the white one. Yes. Oeh, beautiful. Bingo. Bingo! Yeah. Hey, daar heb jij een goede band mee, hè? Ja, man, bingo. Bro, zenuwachtig? Jij kunt gewoon op jezelf rijden. Ja, ik voel die connectie meteen natuurlijk. De band? Ja, jij zei dat hij een beetje... Ja, nee, hij is een lief paasje, maar ik dacht van, het past niet bij mij. Ja, hij is groot. Volgens mij is dit de grootste van... Ja, this is the biggest one of all. The bingo is the bigger one. Oh, de the tolle. Oh, de grote, daar ga jij op. Oh my god, daar moet ik om. Jij gaat... Ja. Oh, joh, die van jou. Ja, Thijs gaat op die witte, die grootste. Mooi. Ja, jij gaat gewoon op de grootste, dat is die witte. You can going on the step. Yes? Yes, can I go? Yes? Yeah. Hoppa. Hoppa, maatje. Hoe voelt hij? Goed. Testritje. Wow, dit is mooi. Voelt goed, hoor. Ja? Ja. Dat is goed. Hoe vet is dit? Ik zit opeens op een paard. Kijk Thijs, zo mooi Thijs op een paard. De VR loopt in één keer weg. Echt respect voor alle mensen die paarden hebben. Ziek hè? Als je dit paard gewoon zelf kan besturen, word je er niet zo gek aan. Maar dat is het dus. Heel veel mensen denken altijd paardrijden is super stom of is niks aan. Geloof me, het is ontzettend vet. En ook al vind je het niet vet, heb dan in ieder geval waardering voor het feit dat paardrijden echt moeilijk is. Want het zijn echt hele grote dieren. Volgens mij mag je ze ook geen eens beesten noemen. Je mag niet zeggen het zijn grote beesten, maar grote dieren. Zo mooi ook gewoon. Niet normaal. Heel vet dit. Oh, er loopt daar een klein veulen. Oh, joh, twee kleine. Wow, kijk al deze sproeiers. Oh, ik heb echt zin om hier doorheen te rennen gewoon. En lekker te rollenbollen in de midden. We gaan nu serieus met het paard naar het strand. Zo ontzettend vet. Echt heel onwerkelijk dit. Oh joh, hoorden jullie dat geluid? Dat is gewoon echt perfect paardengeluid. Dat is logisch, want het komt van een paard. Maar zeg het maar even. Oké, even reffen. Even reffen, bro. Hey, beter gaat hij even reffen in de tunnel. Even reffen. Hij staat in één keer stil. Je moet hem eens eerst op versnelling zetten. Oh, hij staat niet eens in het rijtje. Nee. Oh joh. Dat paard wil alleen maar eten. Nou, hier zijn we dan, dames en heren. We zijn op het strand. Wauw, damn. Heel bijzonder dit. Hoe zitten we nu op een paard in Gotland? Echt, hè? Op het strand. Ik weet echt niet of dit een droom is of dat het echt... Die van Thijs ging in één keer stilstaan en plassen. Super droog. Oh, die golven zijn best sick, hè. Zit daar gewoon iemand te zwemmen? Wat een plaatje dit, hè. Ongelooflijk. Volgens mij is Thijs bezig met het leren paardrijden. Volgens mij gaat hij zelf paardrijden. Tenminste, ik hoor af en toe achter mij, hé hey Enzo, kijk, kijk. Jij ging zelf rijden, of niet? Hij ging eventjes in galop. Oh joh, nu rijden we echt samen. Oh joh, jij gaat harder. Oh joh. Die van mij die houdt echt van water, hè? Damn. Oh joh.
Die van mij houdt echt van water. Hoi, joh. Ja? Gaat ie goed? Ja. Oké, we gaan er weer vandoor. Doei, paarden. Nou, je ziet geen paarden, maar kijk daar wel. Bye, Bingo. Bye, Aldi. Bye, Lucas. Dit was echt nice. Serieus, dit was echt zo ontzettend gaaf. Je hoort dit. Het zijn donkies. Ja, donkies. Kijk, er staan daar ezels verderop. Zo ziek dat ze gewoon echt precies dat geluid maken. Dat echt geniaal. In ieder geval, wat een ervaring was dit zeg. Ongelooflijk. We worden nu weer teruggebracht naar het resort en dan gaan we lekker avond eten. Ik moet echt even bijkomen. Dit was zo ontzettend mooi. En mijn paard wilde ook echt de hele tijd het water in. Die wilde de hele tijd nat worden en schoppen in het water. En ik werd zelf ook een beetje nat. Dat was hartstikke gezellig. Ik heb het leuk gehad met Lucas. En schat, vond je het leuk? Ja, ik vond het super leuk. Ja? Mooi zo. Echt leuk. Echt heerlijk van die met die zon. Een beetje, het windje. Het was vooral heel rustgevend. Ja, ik was ook helemaal zen. Ja, gewoon lekker zo. Ja, de beweging. We hebben wel allemaal wel last van onze kont. Dus. Ja, en de liezen. Ja. Zo, liezen. Dat is wel echt een dingetje. Echt, morgen wel spierpijn denk ik. Maar ja, moet je allemaal aan wennen. Blijft een uitzicht dit. Niet normaal. Het geluid alleen van die golven al is zo ongelooflijk lekker. Echt heerlijk. Wat nu de bedoeling is, we hebben ons omgekleed, lange broek aangedaan, lange mouw aangedaan voor de mosquito's, oftewel de muggen. Heb je hier best veel, zit dicht bij het water ook. En dat kan aardig veel jeuk veroorzaken, dat hebben wij alle vier al meegemaakt toen wij bij het strand gingen zitten om te eten. Maar we gaan er nu vandoor. Wij zijn hier maar 5 minuutjes geweest, we hebben ons snel omgekleed. En we gaan nu een etentje hebben hier bij het hotel. We wisten helemaal niet dat dit hier zat. Of nou, eerlijk gezegd, we wisten wel dat dit hier zat. Alleen we wisten niet dat het in de avond zo eruit zag. Holy moly, toen we naar het diving center gingen, toen het duikcentrum dus, bij Philip, toen kwamen we langs dit zwembad. Maar check eens eventjes hoe dit eruit ziet in de avond. We lopen vanaf onze kamer naar het avondeten via een andere weg. En dan heb je serieus dit, check dan. Zo groot. Oh yo, dat is niet normaal. En dan dus, hier ook nog, hè? Ja, dat is echt niet normaal. Kijk dan hoe groot het is. Echt bizar. Echt serieus, sick. Goed, we gaan lekker eten. Ja, trek. Heerlijk, ik heb ook echt superveel trek. Hoe laat is het ondertussen? Bijna 9:30. Boah, bijna 9:30. We eten zo laat elke keer hier. Oké, we hebben heerlijk eventjes wat gegeten hier zo. Het ziet er ontzettend goed uit. Of nou, nu niet meer eigenlijk. Het is op. Maar we hebben heerlijk gegeten. We hebben even gechilled. Ja, dat was het. Typisch Grieks eten weer. Ja, toch? Lekker hè, schatje? Dat was lekker. Nice. Nu willen de jongens heel graag dat ik nog ga vissen. Nee, dat gaan we niet doen. Hoezo niet? Hij moet ook nog beelden overzetten en moet om 5 uur ik op weet. Het strand 10 minuten verderop zijn. Ik weet het, dus ik weet het. Nee, ik weet perfect timing. Nee, serieus. Jij gaat even die laptop daar neerzetten. In ondertussen ga je even een hengeltje uitgooien. Is het uploaden klaar, haal je hem op. Kom je terug, weer even uitgooien. Dan gaan we naar bed. Zij willen zo graag dat ik een vis ga vangen. Maar ik gun jou dat. Ik wil dat wel met jullie afspreken, maar als de wekker gaat, staat Enzo naast zijn bed. Enzo wel, wij niet. Want Enzo heeft al 4 ochtenden moeite met opstaan. En elke dag zegt hij, ik moet echt langer slapen. Ik moet echt langer slapen. Dat is wel waar. Dat ik zou je zeggen, ik heb nog geen één avond. Nee, maar dat is Thijs. Wat? Jij moet zeggen, nog in 1 avond. Langer dan 6 uur slapen. Precies, vroeg op bed gegaan. Maar dat doet mij niks, weet je waarom? Jullie geven me energie. Jij? Jij? Jij geeft mij energie. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Enzo komt zijn bed niet uit. Ja, man. Ja. Luister, besef dat ik elke ochtend. Zelfs toen we vanochtend om 9:30 pas uit bed hoefden, moest ik 6 keer tegen hem zeggen dat hij eruit moest. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Doet hem niks, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Dat is chill. Nee. Mannen, zo. Luisteren niet naar bekken. We hebben nog 4 dagen de tijd. Ga dan vissen. Doe ja, man. Man. Ja, man. Nee, maar jij, ik wil even rocheren. Heb jij zin om hengeltjes te gooien? Ja, man. Ja, man. Ik kan mijn hand niet meer terughalen. Maar ja, man. Weet je wat, als jij het niet doet, dan doen wij het. Ja. Nee, man. Dan doe jij het. Ja, man. Ik kan mijn hand niet pakken.
Zo mooi. Echt mooi. Oké, serieus, mijn vinger gaat uit de kom, want ik trek er de hele tijd aan. Wil je loslaten? Nee. Okay. Zeg even wat je gaat doen. Yo. I just by the mouth. Wow, kijk, I got nothing. Man, even tegen de kijkers, nu lijkt het echt alsof ik niet wil dat Enzo gaat vissen. Maar hij mag prima vissen, maar hij gaat zijn bed niet uitkomen morgen. Nee, dat klopt. Oké, we gaan terug naar het huisje. We gaan vissen. Ja, man. Ja, man. Vissen, vissen. Nee, maar ik ga morgen opstaan, oké? Nee, je gaat niet opstaan, ik weet het nu al. Nee, man. Nee, maar besef hoe kut het voor mij is, want ik fix iets en dan gaan jullie nu vissen. Nee. Als ik om 4 uur de wekker heb, jullie gaan zien. Ik weet het. Oei, joh, ik heb geen geniaal idee. Morgen vroeg vissen. Nee, we gaan nu die eieren zoeken en daarna vissen. Alles opgelost. We gaan het in de hoogte doen, maar dat doen. Wow, dat was zo slim. Dat was zo slim. We bellen nu die meid op. Let's go. Ja, dat is wel heel slim, ja. Nee, je kan wel morgen. We kunnen ook om 4 uur de wek zetten dat je eerst nog even die hengel. Ja, als we die eieren gaan zoeken, neem ik mijn hengel mee. Ja. Ja, man. Dan zijn we toch op. Nee, ik ga nu slapen. Serieus, boys, ik ga slapen. Ga je slapen? Ja, ja. Ik zit onder de plak, ik kan niet anders. Nee, schat. Nee, grapje. Misschien wil je de broek aan even. Ik vind het gewoon irritant als je me uit bed moet. En al helemaal om 4 uur. Ja, klopt. Ja, dat is wel zo. Ja, ja. Maar wel lekker even gooien. Nee, ik ga slapen. Ja, en beelden overzetten eerst. Hoe kwam zit jij op de grond? Dames en heren, bedankt allemaal voor het kijken. Maar we zijn nog niet klaar, we gaan vissen. Oh, ik zie jullie zo weer. Nee, maar serieus, zie jullie zo weer. Oké, dames en heren, daar ben ik weer. Het is nu wat rustiger zonder Thijs en Noël erbij. Goed, ik lig in bed. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Het is inderdaad verstandig om niet nu in de nacht nog te gaan vissen, maar gewoon lekker te gaan slapen, want we gaan... Het is nu al bijna 1 uur in de nacht en om 4 uur moeten we opstaan? Half 5 moeten we opstaan. Oké, beter. Nog 4,5 uur slapen. Ja. Goed, we gaan zoeken naar schildpad-eieren. Het wordt echt super bijzonder en heel erg gaaf. Ik hoop dat ik jullie morgen zie om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol Power!